Weet je wat dus irritant is aan krullen? Als het dus niet goed zit, zit het gewoon niet goed. Dan is het ook gewoon klaar voor jou. Dan is het gewoon voorbij. Dan is het gewoon het einde. Je kunt het gewoon niet meer fixen. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke video, want ik heb vandaag een challenge. Ik heb al heel lang geen challenge video meer gemaakt. Ik doe meestal reviews en zo, maar ik vind het ook heel leuk om dit soort video's te maken. En ik heb vandaag de challenge waarin ik dus een oogschaduwpaletje kies en daarvan letterlijk elke kleur ga gebruiken. Dus elke kleur. Elke kleur in het paletje doe ik vandaag op mijn ogen. En ook echt alleen maar op mijn ogen. Ik mag niet cheaten. Ik mag niet een kleur als highlighter gebruiken of als wat dan ook. Je moet elk kleurtje in het hele paletje gebruiken op je ogen en er iets moois van maken. Tenminste, daar gaan we voor. En ja, dit gaat ook lastig worden, want ik heb niet voor het makkelijkste paletje gekozen. Want ja, zo ben ik dan weer. Ik pak nooit het makkelijke pad in het leven. Vergeet vooral niet alvast te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ja. En dan gaan we snel door met de video. Nou, ik ben al helemaal in de feestdagen en kerstsfeer. Dus ik heb een nieuwe haarband van de Primark. Was 4 euro. Ik vind dat best duur, 4 euro. Maar oké, daar gaan we niet over klagen. Basis make-up en wenkbrauwen zijn al gedaan. En ja, we gaan gewoon gelijk beginnen met de ogen. Dan heb ik hier het Maybelline New York Lemonade Craze Palette. En het zijn allemaal een beetje warme kleuren. En het zijn in totaal 12 kleuren. Dit paletje is van beauty88.nl. Dit paletje is €17,95. Maar als je mijn kortingscode voor die website gebruikt, heb je 10% korting. Mijn code voor de beauty88 website is even uit mijn hoofd. Sarah10p. Al mijn codes staan onder de video in de beschrijving. Ik heb dit paletje van hun gehad al wel een paar weken geleden. En ik wilde toen al deze video maken, maar ik kwam er maar niet aan toe. Maar nou dus wel. Dus ik ga vandaag dit paletje gebruiken om deze look mee te maken. Dit paletje is niet speciaal opgestuurd voor deze video of zo. Hij is gewoon opgestuurd en hij leek mij wel handig voor deze video. De meeste mensen die dus deze challenge hebben gedaan, die kiezen voor een paletje met 5 kleuren, 8 kleuren, misschien 10 kleuren. Nee, Sarah kiest voor een paletje met 12 kleuren. Pushing myself to the limits. Maar ik denk dat ik hier wel iets van kan gaan maken. Ik heb het een beetje bekeken. Ik heb dit paletje nog nooit gebruikt. Ik heb hem alleen maar geswatcht en die foto staat op mijn Instagram. Vandaar dat hij al wel een beetje soort van gebruiktachtig lijkt. Maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Hij swatchte wel echt prachtig. Had ik niet echt verwacht. Maybelline oogschaduwen vind ik niet altijd het beste. Maar dit paletje is wel een beetje aan de dure kant. €18 is toch wel vrij duur voor een betaalbaar budget make-up merk. Maar ja, de swatches waren heel goed. Dus dit wordt ook gelijk een soort van first impression. Ik ga weer eerst mijn oogleden primen met de W7 I Got The Power Eyeshadow Primer. En like always doe ik dit weer over mijn hele ooglid tot aan mijn wenkbrauw. Zo, ik heb nou weer lekker witte oogleden. Love it. Nou, met welke kleur ga ik eerst beginnen? Weet je wat het ook is? Ik ben zo'n persoon die nou in deze video, midden in het proces, gaat vergeten welke kleur ze al heeft gebruikt. Zo ben ik. Maar ik ga het proberen te onthouden. Wat ik eerst ga doen is deze matte, lichte, beetje cream kleur pakken. Die heet Sunnies. En die ga ik aanbrengen onder mijn wenkbrauwen. Om ze een beetje te liften. Normaal gebruik ik hiervoor een glanzende lichte kleur. Maar omdat ik dus vandaag elke kleur moet gebruiken, ga ik het een beetje anders doen. Oké, ik zie echt niks. Whatever. Dit is zo moeilijk. Dit is echt moeilijker dan je denkt. Dan ga ik deze iets donkerdere cream kleur pakken. Die heet Sherbet. En daarmee ga ik mijn hele ooglid afpoederen. Want ja, dat doe ik ook altijd. Omdat het altijd gaat creasen. Kun je dat zien? En als je het dan afpoedert, dan gaat dat weg. Normaal gebruik ik daar een lichtere kleur voor. Maar ja, dit is een ander soort video. Nou, ik heb al 2 kleuren gebruikt. En je ziet nog niks. Dan pak ik de meer roze cream kleur. Die heet Berry Eyes. Die is ook gewoon mat. En die ga ik in mijn hele arcadeboog doen. Het is een beetje moeilijk om met zo'n grote fluffy kwast in dit kleine gebiedje te komen. En dit doe ik gewoon zo over mijn hele arcadeboog als allereerste transitiekleur. Er komt best wel veel kleur vanaf. Hij leek in het paletje zo licht. Ik dacht echt, je gaat echt weer niks zien. Maar op zich zie je er best wel veel. Dan pak ik deze lichte bruine matte kleur. Die heet Sweet Tea. En met gewoon dezelfde fluffy kwast ga ik daarmee ook in mijn arcadeboog om het iets donkerder te maken. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Oké, nou heb ik een soort van de bruine basis gezet. Ik ga het hele proces vertellen, zodat jullie goed weten hoe ik dit aanpak. Ik heb nou dit gedaan als soort van basis. Nou gaan de echte heavy kleuren komen. En ik ga eerst met deze felle gele kleur. Die heet Lemonade Craze. Dat is dus echt
de kleur van dit paletje, want zo heet het paletje ook. En ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. Dit is een gele matte kleur. En ook daarmee ga ik over mijn hele akkaarboog en gaan we het lekker geel maken. Ik ga een beetje voor een sunset-achtig iets in mijn akkaarboog. En dan begin ik dus eerst met geel. Ik moet wel echt zeggen, deze kleuren blenden allemaal toppie. Dan pak ik de oranje matte kleur daarboven. Die heet Coral Punch. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik dan letterlijk in mijn akkaarboog. Dus echt in die deuk hier. En dan ga ik het allemaal ietsje meer oranje maken. Weet je wat ik echt heb? Wie heeft dit ook? Ik ben dus rechts. Dus dit oog doen gaat altijd gewoon super makkelijk. Maar als ik dan dit oog moet gaan doen, dan gaat het allemaal toch een beetje stroever. Iets moeilijker. Dan heb ik echt dit oog. Ziet er ook altijd beter uit. Kijk, zie je? Ik ben nou alweer kwijt welke kleur ik allemaal heb gebruikt. Dan pak ik deze mooie rode kleur. Die heet Ice Pop. Ik weet niet waarom die zo heet. Hij is rood. En hij heet Ice Pop. Ze hadden beter Red Pop kunnen doen. Ik ben altijd zo origineel. Deze ga ik met weer een fluffy kwast in mijn akkaarboog doen. Om het allemaal iets donkerder te maken. En om de sunset echt goed af te maken. Want in elke sunset look heb je ook een rood. Echt de drie kleuren voor zo'n look is echt geel, oranje, rood. Voor 18 euro mocht er hier echt wel een spiegeltje in zitten, vind ik. Dan pak ik de matte donkerbruine kleur. Die heet Old Fashioned. En dan met een platte fluffy kwast ga ik dit in de buitenste ooghoek doen. Shocker. Dit is echt zo obvious om te doen met een donkerbruine kleur. Mensen, ik moet wel zeggen, dit paletje, it blends like a dream. Hij blendt super fijn, maar de pigmentatie is niet zo... Oh my god. Maar in ieder geval was ik gebleven. Oh ja, de pigmentatie is niet echt super veel. Er komt niet heel veel kleur vanaf. Je moet best wel veel op elkaar doen en opnieuw teruggaan in het paletje. Maakt dat dit paletje per se slecht? Nee, want dan vooral voor mensen die net beginnen met make-up en gewoon een beetje willen oefenen of gewoon niet zo van heftig looks houden, is het paletje gewoon ideaal. Want hoe gepigmenteerder een paletje is, hoe moeilijker het is om mee te werken. Oké, ik ga heel even nou snel met een dikke dekkende concealer van Catrice The Liquid Camouflage Concealer een cut crease maken. Oké, wie kent dit trucje al? Als je moeite hebt met een cut crease, breng een beetje concealer zo aan. Kijk omhoog. En dan heb je gelijk de lijn tot waar de concealer moet gaan. Super handig. Oké, nou mensen, ik heb echt elke matte kleur al gebruikt. Ik heb deze kleur gebruikt. Deze kleur heb ik ook gebruikt. Deze. En deze heb ik allemaal al gebruikt. Nou nog de glanzende kleur. Op zich gaat het wel goed eigenlijk. Dan pak ik deze beetje roze, lichtroze glanzende kleur. Die heet Strawberry Lemonade. En ik heb mijn kwast nat gemaakt met MAC Fix Plus. En deze breng ik aan vanuit mijn binnenste ooghoek tot ongeveer het midden van mijn oog dit. Nee, ik ga niet echt helemaal tot aan het midden. Ik ga een beetje tot een kwart van mijn ooglid. Dan pak ik deze meer champagne glanzende kleur. Die heet Citrus. En die doe ik dan naast die andere glanzende kleuren in het midden van mijn ooglid. Maar ik ga niet helemaal tot aan het einde, want hiernaast komt nog een andere kleur. Dus ik laat nog een beetje plek open. Deze kleur zou ook mooi zijn als highlighter. En dan pak ik de kleur in het paletje die mij het meeste aanspreekt. En dat is deze bronzy glanzende kleur. Die swatchte ook echt zo mooi. Kijk, oh my god. Die heet Sugar Coated. En die ga ik dan als laatste kleur hier ernaast doen. Oh mijn god, deze is ook echt veel heftiger dan die andere. Kijk hoeveel kleur hier vanaf komt. Van die andere twee was een beetje meh. Dan pak ik weer die bruine matte kleur Old Fashioned. En dan ga ik het hier weer een beetje uitblenden. Samen met die glanzende kleur. Oeh, ik vind deze look wel zo mooi zo. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht echt, dit wordt gewoon een beetje een bij elkaar geraapte troep van een oogschaduw look. Maar ik vind het wel leuk. Dan pak ik deze oranje matte kleur en deze donkerbruine matte kleur. En die ga ik allebei aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Nou, en dan is er nog maar één kleur die nog niet is gebruikt. En dat is deze prachtige, heftige champagne kleur. Die heet Main Squeeze. Deze kleur en die kleur zijn echt het meest heftig. Ik hou daarvan. Ik vind dat zo mooi. Ik ga dus deze kleur in mijn binnenste ooghoeken doen. Om het daar lekker
een beetje op te frissen. Heb ik dan elke kleur gebruikt? Volgens mij wel. Ik wil het wel echt zeker weten. Niet dat ik een kleur heb overgeslagen. Dit is dan de ooglook met echt alleen maar de oogschaduw. Nog geen liner of wimpers, niks. Ik ben echt aangenaam verrast. Ik had niet verwacht dat het look nog enigszins mooier zou worden. Ik vind het toch wel best wel mooi. De kleuren gingen heel mooi samen allemaal. Nou, echt een van de leukste dingen is als je begint aan een look en dan denkt van dit wordt niet zo. En dat het toch gewoon goed uitvalt. I like it. Ik ga nou eyeliner doen, nep wimpers, mijn gezicht afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, de look is af. Ik ben echt zo blij met hoe mijn make-up nou is. Ik ben echt wel blij. Ik heb er een beetje een peachy look van gemaakt. Ook de blush is een beetje peachy en de lippen ook. Ik heb een matte liquid lipstick op van Nabla Cosmetics. En dit is in de kleur Blair. Die heb je ook gewoon bij beauty88.nl. Ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Ondanks dat dit paletje best wel veel kleuren heeft, 12 kleuren, zoals ik al zei, de meeste die zo'n video maakten, hebben een paletje gebruikt van 8 kleuren. Maar ondanks dat er dus wat meer kleuren in zaten, had ik wel een soort van makkelijk paletje qua kleuren, want alles matcht met elkaar. Het zijn geen felle kleuren of echt kleuren waarvan je denkt, die gaan echt niet samen. Als je gewoon zo kijkt naar dit paletje, denk je wel van ja, moet wel lukken. En je kunt ook zien, het moet wel lukken. Ik heb letterlijk elke kleur gebruikt. Heb ik nog nooit gedaan in mijn hele leven. Omdat ik dit paletje nou voor de eerste keer heb gebruikt, wil ik ook een soort van mijn mening vertellen over dit paletje. Ik vind het op zich een prima paletje. Gewoon normaal. Ik moet wel zeggen, deze bruine matte kleur is gewoon ronduit slecht. Is echt ronduit belachelijk. Er was gewoon geen pigmentatie. Ik moest echt 100 keer drukken. En dan als ik het ging uitblenden, blende het ook gewoon weg. En dan als je er zo overheen ging met je vinger, je haalde het er gewoon meteen vanaf gewoon. Dus zo bagger was deze. De beste kleuren in het paletje vind ik echt overduidelijk deze. Echt wauw, wauw, wauw. En de rest van de kleuren zijn gewoon normaal, niet heel goed, niet heel slecht. Dus die was heel slecht, die was heel goed en de rest was normaal. Vind ik dit paletje 18 euro waard? Dat laat ik echt over aan jullie. Denk je van ja, ik vind het echt een mooi paletje, ik wil het echt hebben, prima. Heb je iets van nee, ik vind hem niet goed genoeg voor 18 euro? Ook prima, maar mocht je hem willen, je kunt mijn code gebruiken voor korting. Deze is ook te kopen, dan heb je daar ook gelijk korting op, mocht je de lipkleur ook willen. Laat me vooral in de comments weten wat jullie vonden van deze look en hoe ik het heb gedaan. Als je wilt dat ik nog een andere challenge doe of wat dan ook, laat het me dan ook weten in de video. Wat zeg ik? Laat het me dan ook weten in de comments onder deze video. Want heel veel video's die ik maak zijn vragen van jullie. Ik bedenk bijna nooit iets zelf. Het is allemaal van jullie. Dus laat het me vooral weten, want de kans is echt groot dat ik hem dan ook echt maak. En like always zal ik hier weer 2 video's neerzetten die je alvast kunt gaan bekijken. Of je gaat gewoon naar mijn kanaal en bekijkt een willekeurige video die jij gewoon wilt. Ik zal ook mijn hoofd hier neerzetten, zodat je gewoon makkelijk kunt abonneren. Wat je natuurlijk al hebt gedaan, maar voor het geval je dat nog niet hebt gedaan, kan het dus nog hier. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!